Welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op het kanaal Leren Investeren. De afgelopen periode op de markt is toch wel de periode geweest van de tech-aandelen. Waar andere aandelen hard werden afgestraft, bleven de tech-aandelen het maar goed doen. Bij dit soort bekende tech-aandelen moet je bijvoorbeeld denken aan een Square, Amazon of Tesla. Met name het bedrijf Tesla in de markt voor elektrische voertuigen maakte een grote groei door. Zo zagen we Tesla het afgelopen half jaar met meer dan 150% stijgen. Maar ook andere aandelen in deze markt voor elektrische voertuigen, zoals bijvoorbeeld NIO, maakt een gigantische groei door. Vaak wordt gespeculeerd of het niet tot een aandelenbubbel leidt en of deze groei wel gezond is. In deze video neem ik jullie mee voor een kijkje achter de marktdynamiek van deze zogeheten disruptive innovation. In het bijzonder gaan we kijken naar de huidige situatie in de markt voor elektrische voertuigen en of het verstandig is om te investeren in deze aandelen of dat het simpelweg te risicovol is. Laten we snel beginnen. Voordat ik begin met de video zou ik je willen vragen om een blauw duimpje omhoog achter te laten en te abonneren. Dit helpt enorm bij het verder groeien van het kanaal en wordt zeer prijsgesteld. Dat gezegd hebben, snel terug naar de video. Voor velen van jullie zal marktdynamiek nog een relatief vaag begrip zijn. Dus voordat we ingaan op de huidige situatie van de elektrische voertuigenmarkt en wat deze situatie voor gevolgen heeft voor de toekomst van de markt in dit soort aandelen, wil ik het concept marktdynamiek ophelderen zodat jullie voor jezelf een goede afweging kunnen maken wat betreft dit soort aandelen. Marktdynamiek is heel simpel gezegd de veranderingen die de markt doormaakt over periodes van tijd. Twee essentiële onderdelen van marktdynamiek zijn de product lifecycle en de industry lifecycle. De product lifecycle curve meet de groei van het aantal verkopen van een bepaald product of technologie. Bij deze product lifecycle curve kan je onderscheid maken tussen vier verschillende fases. Zo begint elk product met een introductiefase. In deze fase wordt het product voor het eerst geproduceerd. Omdat het nog erg nieuw is en het nog niet zeker is of er wel vraag naar is, wordt het nog amper verkocht. Na de fase van introductie komt er een fase van snelle groei. Het product slaat aan, steeds meer mensen komen te weten wat het product is en de interesse groeit erin. Dit is ook terug te zien in de verkoop van het product, die met de interesse snel meegroeit in deze fase. Na een fase van snelle groei volgt over het algemene fase van zogeheten productvolwassenheid. In deze fase weet over het algemeen iedereen wat het product inhoudt, en het product heeft in deze fase vaak een vergelijkbare vorm. Oftewel is er weinig verschil in de producten bij verschillende bedrijven. Doordat het product overal bekend is en mensen het dus daadwerkelijk nodig hebben, blijven de verkopen hoog. Een voorbeeld van een product dat bijvoorbeeld nu in de volwassen fase is, is koffie. Er worden geen baanbrekende smaak koffie geproduceerd, mensen weten wat het product inhoudt en weten hoeveel ze ervan nodig hebben. Daarom blijven de verkopen ook hoog. Na de fase van volwassenheid vindt er voor veel producten een fase van krimp plaats. Voor het ene product is deze volwassen fase al voor bijna slechts 10 jaar. Maar als we het vorige voorbeeld van koffie erbij pakken, duurt de volwassen fase al wel meer dan 100 of honderden jaren. In die laatste fase van krimp verliest men vaak interesse in het product, omdat de wereld om het product heen verandert en ze het product misschien niet meer nodig hebben, er een superieure technologie ontwikkeld is. Zoals bijvoorbeeld het elektrisch rijden ten opzichte van het rijden op benzine. Naast het bekijken van de verschillende fases van het product is het ook belangrijk om te kijken naar de verschillende fases waar de markt zich in bevindt. Dit kunnen we doen aan de hand van de zogeheten industry lifecycle curve. In deze curve zien we de verschillende fases van de markt en hoeveel bedrijven in deze markt actief zijn in deze fases. De industry lifecycle kunnen we opdelen in drie verschillende fases. Om te beginnen is er een fase van snelle groei. Er is namelijk een nieuw product en bedrijven zien dat er winst valt te halen in deze branche. Met als gevolg dat er veel bedrijven deze markt betreden en er veel verschillende ideeën van producten ontstaan. In deze fase is de markt vaak erg volatiel door alle verschillende ideeën omtrent deze nieuwe markt. En er is dus nog niet echt veel vastigheid. Op een gegeven moment in deze groei ontstaat die vastigheid wel en komt er een product dat het beste werkt. Dit heet een dominant design. Dit is vaak een product wat precies biedt wat de klanten nodig hebben. Met het optimaliseren van het productieproces willen de bedrijven de kosten zo laag mogelijk krijgen. Om het product daardoor zo goedkoop mogelijk aan te bieden en daardoor veel klanten voor zich te winnen. Doordat alle bedrijven zich focussen op het minimaliseren van kosten, is de concurrentie hevig. Alleen de bedrijven die de productie zo goedkoop en goed mogelijk krijgen, blijven dominant en concurreren de minder efficiënte bedrijven uit de markt. Dit uit de markt concurreren van de minder efficiënte bedrijven heet een shakeout. En met deze shakeout zijn we in de tweede fase van de market lifecycle aangekomen. In deze tweede fase zien we het aantal bedrijven drastisch teruglopen, omdat ze simpelweg uit de markt worden geconcureerd. Nadat alle of bijna alle bedrijven die deze verandering niet bij konden houden uit de markt zijn geconcureerd, komt de markt in een meer stabiele fase. In deze laatste stabiele fase zijn er een paar bedrijven die de markt domineren. Verder zullen er ook amper bedrijven bijkomen of bedrijven uitvallen. De markt is zoals de fase al aangeeft stabiel. Vaak met een volwassen product en een paar goed georganiseerde grote bedrijven die de markt bepalen. Onderhand zal je vast wel een beetje afvragen wat heeft deze hele marktdynamiek nou te maken met de huidige situatie rondom bijvoorbeeld een Tesla of een NIO. Terwijl het goed begrijpen van deze marktdynamiek essentieel kan zijn voor het goed begrijpen of je wel of niet wil investeren. In een aandeel als Tesla of een aandeel als NIO. Voordat ik verder inga op Tesla en NIO, wil ik jullie nogmaals vragen een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. Hiermee help je het kanaal groeien en kan ik hopelijk meer mensen helpen met het leren investeren in aandelen. Laten we snel teruggaan naar de video. Als we de theorie van marktdynamiek gaan koppelen aan wat er tegenwoordig gebeurt in de markt wat betreft auto's, zien we dat de auto's die op benzine rijden in de fase van crimson zijn aangekomen. Oftewel in de laatste fase van hun product lifecycle. Nadat de markt de afgelopen decennia bloeiend en volwassen was, met autogiganten als BMW, Volkswagen, Ford enzovoort die de markt bepaalden, is er nu dus een betere technologie ontstaan, namelijk het elektrisch rijden. Met bedrijven als Tesla, NIO en Workhorse wordt de totale markt voor auto's en vervoer veranderd. Wat we tegenwoordig zien, is dat voor het eerst in Nederland meer elektrische auto's verkocht worden dan benzineauto's. Verder zien we ook dat bedrijven zich grotendeels focussen op het elektrisch rijden ten opzichte van benzinerijden. Zo zagen we bijvoorbeeld het Engelse Bentley bekendmaken dat ze na 2030 alleen nog maar elektrische auto's zullen gaan produceren. Als een groot merk als Bentley al aangeeft te switchen naar elektriciteit, maar ook echt volledige elektriciteit, geeft het wel aan hoe groot de belangen rondom elektrisch rijden zijn. Een ander ding van de marktdynamiek wat we kunnen koppelen aan het elektrisch rijden is dat we zien dat elektrisch rijden nu relatief nieuw is. En er veel bedrijven deze markt betreden. Zo focussen bedrijven als Tesla, Nio, Workers en bijvoorbeeld een Nikola, dat met alleen ideeën komt, zich allemaal op het produceren van elektrisch aangedreven voertuigen. Maar ook al bestaande autobedrijven als bijvoorbeeld Volvo en Volkswagen focussen zich grotendeels op het elektrisch rijden. Doordat de markt zich nog in de fase van groei bevindt, zijn er dus veel bedrijven die zich in deze markt willen mengen, want er is immers winst te halen en er is heel veel toekomst voor de markt. Maar met de kennis die we hebben opgedaan over marktdynamiek, weet je nu ook. Mocht je willen investeren in bijvoorbeeld een Tesla of Nio, je er vertrouwen in moet hebben dat deze bedrijven goed zullen inspelen op de veranderingen en de shake-out die op termijn gaat komen. Als we gaan kijken naar de toekomst van deze markt en wat ik belangrijk vind voor het investeren in de elektrische voertuig aandelen, kom ik eigenlijk terecht bij twee verschillende situaties. Namelijk situatie 1, het overleven van een potentiële shake-out. En situatie 2, het overkomen van homogeniteit. Homogeniteit klinkt misschien als een vaag begrip, maar eigenlijk is het heel simpel uit te leggen. Homogeniteit wil zeggen dat producten min of meer hetzelfde zijn. Door extra mogelijkheden en of betere functies te geven aan je product... ...creëer je extra waarde en zorg je dat jouw product beter, maar vooral anders is dan de andere producten. Doordat je product anders is, is het heterogeen en overkom je dus homogeniteit. Laten we beginnen met de eerste situatie. Als je in een van deze elektrische voertuig aandelen wilt investeren... Moet je ervan overtuigd zijn dat dit bedrijf ertoe in staat is om beide klanten aan zich te binden en de kosten laag genoeg te houden om zo'n shake-out die op termijn staat te gebeuren te overleven? Alleen dan kan dit bedrijf een volwassen bedrijf worden en in de toekomst door blijven groeien, wat ervoor zorgt dat jij winst gaat behalen op je aandelen. Als we kijken naar de tweede situatie, namelijk het creëren van extra waarde voor je klanten ten opzichte van andere bedrijven, moet je heel groot denken. Extra waarde komt vaak niet in kleine marges. Een mooi voorbeeld waar ik zelf heel veel potentie in zie om echt te blijven onderscheiden van de gehele markt is Tesla. Los van dat ze op het moment verder weg de beste actieradius hebben en relatief goedkoop zijn, biedt Tesla ook een wereldwijd netwerk aan superchargers aan. Dit netwerk maakt een van de belangrijkste nadelen van elektrisch rijden grotendeels ongedaan. Je kan nu supersnel je auto opladen en je reis vervolgen, waar andere merken hier soms dubbel zo lang over doen om een volle accu te krijgen. Zo'n wereldwijd netwerk is lastig te imiteren. En kan daarom ervoor zorgen dat bijvoorbeeld Tesla de grootste speler blijft in de elektrische voertuigmarkt. Zelf heb ik bijvoorbeeld bij Tesla de overtuiging dat ze die extra waarde kunnen blijven bieden en daarom de grootste speler blijven de aankomende jaren in de elektrische voertuigmarkt. Als je zelf een beslissing wilt maken of je in een van deze EV-aandelen wilt investeren, blijft het natuurlijk enigszins speculatief. Je kan nooit met 100% zekerheid zeggen wat een bedrijf in de toekomst gaat doen en of deze plannen gaat lukken. Je kan dus ook nooit met 100% zekerheid zeggen of ze daadwerkelijk die kosten gaan verlagen en of ze daadwerkelijk die extra waarde gaan bieden, wat nodig is om te blijven bestaan. Echter kun je wel een goede schatting maken door bijvoorbeeld naar de bedrijven op zich te kijken en te denken wat zijn de doorgroeimogelijkheden van deze bedrijven. Echter hoop ik dat je met de informatie in deze video een beter beeld voor jezelf hebt om potentieel wel of niet in een van deze aandelen te investeren. Vond je deze video nou leerzaam en wil je meer van dit soort content zien? Vergeet zeker niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog achter te laten. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie ik jullie graag terug bij een volgende video.